Sinterklaas, wie kent hem nog niet? Ja, ik ook niet, want de kerstbomen die zijn er al. Nee, nou, er wil even iemand even in beeld. Nou, dat is dus nightmare. Hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe weekvlog alweer. Het is vandaag alweer maandag 9 november 2020. Mijn naam is Karis Helman van der Werf en mijn man die heet Roderick Helman van der Werf. Ja, gaat hard. Ja, en zoals jullie zien loop ik dus lekker buiten samen met de hondjes. Yay. Yep. En zometeen ga ik live op YouTube. Yep. Live nog wel. Ja, omdat mijn lieftallige zus, ja, het is eigenlijk een stiefzus, die is helaas op 3 november overleden aan de ziekte kanker. En daar wil ik zometeen even live bij stilstaan. Dus ja, helaas, het is niet anders, nee. En ze heeft een hele lange gevecht gehad, maar nu is ze vredig aan het slapen. Helaas. Oké, er moet weer een kuiltje gegraven worden. Boom besnuffeld worden, ook goed. Ja, plasje doen, ook goed. Ja, joh. Hè? Waarom moet er getrokken worden? Oh, oké. Okay. Hey. Oh, kom maar. Gaan jullie mee? Oké, okay, is dit handig? Nee. Waarom moet er zo getrokken worden vandaag? Niet willen luisteren? Nee. Is ook erg moeilijk, hè? Lady trekt daarentegen niet? Nee. Een hele goede middag allemaal. Het is alweer dinsdag 10. November 2020. Ja. Ja, ik zit dus nu even lekker op Pigo. Ik even kijken hoe lang ik al zit, jongens. Ik zit nu al 34 minuten en 24 seconden. Ja. Heb je nog geen account op Pigo? Ik zou zeggen, maak hem even aan. Het is gratis. Ja, is leuk. En dan kun je ook nog eens een keertje bij ons in de familie komen. Is ook leuk. De gekke duiveltjes. 3×6. Ja. Yay. Helemaal top. Ja, en de twee zusjes die zijn dus nu even lekker aan het spelen. Ook handig, ook leuk. Helemaal perfect. Ja, precies. Hey. Ja, dus ja, ik ga gewoon weer even lekker bezig op Bigo. En ik vind het helemaal prima. Gekke duivel. 666. Ja. Dus kom erbij. Join lekker op Bigo. Oké, hey, kijk. De kerstboom die staat er al hoor. Ja, de kerstboom staat er al helemaal top. Hey. Ja. We lopen weer hier gezellig. Ja, en toen waren we dus in de Jumbo. Ook leuk. Ja, en dan moeten we even wachten op karretjes. Even wachten. Nog even wachten daar op bureau. Kijk, en Saleskin. Daar is ook, hij is nog een beetje oud. Die bij mijn zus, die is nieuwer. Ja, is niet leuk.
Sinterklaas, wie kent hem nog niet? Ja, ik ook niet, want de kerstbomen die zijn er al. Joepie! Het is vandaag woensdag 11 november 2020. Mijn naam is Karin Stamman van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stamman van der Werf. En vandaag nog precies een maand en dan zijn we alweer 2 jaar getrouwd. Ja! Ja, en ik ben nu lekker alleen met een lady. Ja, die ligt lekker hier. Ja. Mijn twee zusjes die zijn lekker bij Ro. En Ro moet ik om 4:15 wakker bellen, want om 5:30 heb ik autorijles. Ja, want Roderick die gaat weer lekker gezellig achteraan rijden. Ja, dat is leuk, dat is grappig. Oké, nou, er wil even iemand even in beeld. Nou, dat is dus Nightmare. En zijn vriendin, dat is deze kaboutertje. Ja, helemaal prima. Helemaal goed. Ik kom niet met gezicht in beeld. Hallo. Hoeft ook niet, maar hij wel. Joepie! Zo, top. Nou, dat is dus lekker gezellig op Bigo. Helemaal geweldig. Helemaal leuk. Zo, nou, ze zijn daar ook lekker bezig. Want ze zijn bezig met bomen weg te halen. Dit is lekker, maar is ook handig. Ze zijn echt lekker bezig, maar waar ze bezig zijn? Nog bezig. Ja. Hoe ze bezig zijn, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. En waar ze bezig zijn, weet ik ook niet. Kijk, en daar gaat een mooie tak. Waarschijnlijk één van deze mooie grote bomen. Ik zal hem even uitzoomen. Ja. Wat een takken weer. Ja, dat is mooi voor jou, met je takken weer. Maar er gaan ergens bomen weg, of ze zijn al bezig geweest, of ze zijn nu bezig. Want kijk, je ziet daar iemand ook uit de bosjes komen. Ja, oeh, spannend. Heel spannend. Uit de bosjes komen. Meneer, uw auto zit onder blad, mag dat? En mag je hier trouwens ook weer parkeren? Nee, dit mag niet. Stout, oh. En nou staan we lekker bij onze lokale snackbar. Ja, lekker eventjes een patatje scoren. Heb ik gewoon zin in. Waarom weet ik niet, maar... Ik heb een... Het ruikt lekker. Het ruikt lekker. Het is jammer dat mijn camera geen geur heeft, maar anders... Smell-o-vision. Het ruikt lekker. Dus, en daarna ga ik zo meteen weer lekker lijven op Bigo, want ik heb zo meteen een pikaatje. Leuk. Ja, ik heb nou nog lekker soepje hier staan. Ja, hier. En ik zit er ook gewoon weer gezellig nog steeds lekker op Bigo. Er zijn weer mensen die er niet op, nog op willen, maar dat komt hopelijk vanzelf al eens een keer. En ik ben even al de hele avond al bijna bezig met mijn stamboom aan het verwerken. Jee!
Zo, wat een werk is dat, hè? Wat en wat een werk is dit, echt waar. En net zoals wat kaboutertje zegt, wat een werk is dat, hè? Ja, dat is een heel veel werk. Ja. Weet je dat je daaraan begint, joh? Ja, ik wel. Dat is leuk. Dat is even afleiding. Gewoon een beetje wat rust. Scheelt weer. Oh, kijk, zeg al niks meer, hoor. Hou je bek, ja? Nou ja, en ik heb dus nog steeds last van mijn kaak. Ja, en over 2 weken kan ik pas naar de tandarts. Want ik heb nog 2 peperdure rekeningen van de tandarts. Ook handig. Nat. Maar dan moet het dus wel betaald worden. Yay! Dus ik mag met de feestdagen op een houtje bijten. Nightmare! Ja, ja. Hey, lekker ding. Wacht even, ik zal ook wel even. Allemaal liefde, toch? Allemaal liefde, toch? Ja, wacht even, wat we dit doen, man. Ja, hoe dan ook, het lukt mij nou, hè, mensen? Zo, kijk dat. En dat is onze familie. Helemaal goed. Ja, en ik zit ook gewoon weer lekker op Bigo. Ja, ook zo leuk. Ja, Bigo is altijd leuk. En ik ben bezig en met mijn stamboom te maken. Ja, stamboom. Ja, een stamboom. Oh, ze zijn stambomen. Stamboom. Wat een werk. En dan heb ik nog 3 stambomen van mijn schoonvader gekregen. Waar ik geen een reet van begrijp. Nee, reet. Ja. En mijn reten die begrijpt het ook niet. Nee. Maar jouw reet wel? Ik denk het niet. Nee, daarom. Precies. Dus nee, mijn mannetje is denk ik zo bijna vrij. En dan moet hij morgen nog, zaterdag, van, mag ik niet liegen? Ik ga even kijken op zijn rooster. Ja, is ook leuk. Ik ga even kijken op zijn rooster. Hoe lang hij moet werken. Sowieso van tot en met 6 uur. Dat is een hele lange dag morgen. Dus dan wordt hij denk ik morgen heel chagrijnig. Van 7 tot 6 moet hij morgen werken. Joepie! Nat. En toen stond ik al in de keuken, want het is nu 7:15 in de avond. Kijk, ik lieg niet. Kijk. 7:15. Ja. Zoals ik zeg, ik sta in de keuken. Kijk maar. Ja. Ik ga even 2 schnitzels pakken. En dan ga ik dus een nasi pakket erin knallen. Kijk, een nasi pakket. Ik lieg niet. En dit komt bij de Jumbo vandaan. Ja, nee, ik had het niet voor gesponsord nu. Nee, was het maar zo'n feest. Had ik al gedaan. Ja, nee, maar dan doe ik dat dus allemaal zometeen als de schnitzels een beetje gaar zijn. En als ik het een beetje kan snijden, want nou is het gewoon dik al hard. Gaat gewoon niet. Dan doe ik dus dit erbij. Dan heb ik lekker een beetje vlees en groentjes. En dan doe ik op deze wraps, doe ik dus een beetje, hoe heet dat nou? Crème fraîche op. Dat is een soort van boter. Dan krijg ik toch mijn zuivel binnen, want daar zit zuivel in. Nou, en dan rol ik het op. Heerlijk! Lekker, gewoon een wrap. Lekker, waarom niet? Dus ja, dat ga ik dus even eten. Lekker makkelijk, simpel, maar ook zo lekker. En je kan alle vlees er doorheen doen. Ook, en ook al doe je alleen maar vlees. Mag. Dus, je kan, hoe heet dat? Kebab halen. Of je kan gewoon spekjes doorheen doen. Gewoon een speklap dan. Je kan biefstuk in stukjes doen. Je kan alle groentes doorheen doen, wat jij maar wil. Dus ja, je ook en ook al zou je patat er doorheen doen. Nou, en kijk, een kapsalon en dan heb je toch ook alles bij elkaar. Patat en vlees en groenten, toch bovenop. Dus ja. Nou, Roderick is al lang en breed al binnen huis, want die moet weer werken vandaag, later, vanmorgen, ochtend van 7 tot 6. Ja. En waar zit ik weer? Zoals tegenwoordig, lekker op Bigo. Gewoon weer lekker op Bigo. Zit ze nou op de stream? Nee, ja, ik zit niet op mijn stream. Nee, ik zit niet op stream. Nee, ik niet. Maar ja, ik gewoon even weer lekker op Bigo. Helemaal top, helemaal geweldig, helemaal leuk. Ja, dat was Nightmare. Ook leuk.
Dat is Dietje Angel. En die jullie ook net... Dat is Kaboutertje. Zo, Kaboutertje komt in beeld. Nee, alleen met Stan. Oh, jammer nou. Oh, wauw. Nou, daar moet ik dus altijd lekker om lachen. Helemaal top. Ja, en wat doe ik eigenlijk nu? Momenteel hond uit laten koken en hierop zitten. En vlogs editen. Niet te vergeten. Speciaal voor jullie. Ja, ga jij lekker...